Yo, zijn we weer, beste mensen, vanuit mijn slaapkamertje, mijn quarantainekamertje momenteel. Want terwijl deze video's opneem van Paul Wassermeneter, corona, ja, ook mij is het helaas overkomen. De laatste keer hadden wij de garden klaar. De tuin, die is nu helemaal gefixt. Dan hebben we weer drie verschillende nieuwe drachten die we kunnen gaan doen. Dat is Clean the Bungalow, Clean the Playground of Clean the Dirt Bike. Het lijkt me wel even leuk trouwens om de Dirt Bike te gaan doen. Dan krijg ik maar $75 voor. Dus laten we die eens maar eens even gaan doen. Die moeten ze wel doen. Dat is op zich niet zo heel lastig. Misschien dat we deze ook wel in één zullen kunnen klaarkrijgen. Eerst ga ik even een fotootje maken, want ik zie het niet aan zien. Ik zal erbij proberen lopen nog een keer, daar een fotootje maken. Dit is dus de bike. Die moet dus eerst even schoonmaken. Ik weet niet hoe lang dit duurt. Wat ik hier allemaal nog moet doen extra. Ik zie ook trouwens dat ik de wielen moet schoonmaken, zie ik. En de nadoet trouwens. Ik moet trouwens zien daar bovenin. Hoe ver ik ben met een object. Mijn objecten. Kijk, ik ben dus nu bezig met de pontduw. Die heb ik nou bijna klaar. Die is dus nu klaar. Die dingen. Nou, met dat kun je zien. Moet ik wel klaar zien, want dat is nog een beetje vies uit. Zo. Nu is hij klaar. Ik ga even springen of zo. Met de buis. Maar deze is toch wel haast binnen. Levering kunnen krijgen, tot neem ik aan. Is nog niet helemaal schoon, maar weet je wat het is met het sportbord? Waarschijnlijk de onderkant is het ook besmerig. Als je erbij komt, dan kun je helemaal niet meer goed met water spuiten. Wat is dit maar? We hebben wat lompen moeten doen. Ja, klaar. Oké, is die ook klaar? Dan gaan we met stuur beginnen. Ik zoek trouwens nog wel wat mede-banjons, zullen we zeggen, om het even voor jullie te leggen. Mensen die me willen helpen met onder andere de playground. Dat is een vrij grote map. Ik zat zonder te denken van, goh, heb je zin om mee te helpen? Ja, dan moet je wel dit spel hebben. En heb je dit spel, dan kunnen we een keertje een avondje livestream gaan doen. En dan gaan we gewoon met een clubje van, met 6 mensen, gaan wij eens kijken of we die playground kunnen schoonkrijgen. Een beetje humor erin natuurlijk, uiteraard. Natuurlijk wel. Ja. Dat leek me wel een keer leuk om dat een keer te gaan doen. Ik heb ze van de school gemaakt. Ja, dit is op zich niet zo'n heel moeilijk projectje, dit, volgens mij. Ik weet wel raar schoon is. Ik zal even wat zakken, misschien dat hier nog weer wat spul. Ik kan de motor nog wat schoon moeten maken. Ik denk het haast niet dat dit wel haast wel goed is. Dat we de onderkant moeten doen, denk ik. Daar is het bij zit. Misschien dat we de andere kant aan bij kan komen. Is nog klaar. Is nog klaar. Is nog klaar. Nog een dingetje daar zo. Ja. Zie ik ook nog wat zitten. Voorzit, dat nog wat schijt. Hier, de motor zit op je schijt. Ik moet er even zo'n haast gaan spuiten. Het was nog steeds dat mijn microfoon nog steeds niet helemaal goed was. Vaag geluid. Het is ook nog een kleine irritatie die ik nog steeds heb met mijn microfoon. Is dat soms. Dat heeft iets te maken met.
Dat mijn geluid soms wegvalt. Dat is een kat. Nou, hoe werkt deze? Dat was smerig dan. Elke schijfrem is toch smerig, zegt hij. Met nou eventjes liggen, zo eventjes. Spreekjes bij. Zondag zit hij dan wel schoon, zegt hij. Ook de... Is je wel goed? Schoon. Dan nog het wiel zelf. Ja, die is op schoon. Klaar. Daar is ook nog wat smerig uit, zie ik. Ook schoon. Ook clean. Maar zo'n 37% is nog schoon. Maar wat is dan nog niet schoon? Ja, daar zo. Daar is schoon. Daar is schoon. Hier is nog oh, daar zit nog wat smerig uit. Is nog smerig? Die is ook klaar nu. Oh, daarboven zie ik het nog, zie ik. Zakken. Waar zit dat? Nog wat? Oké, okay, daar is ook nog meer wat. Ja. Daar is nog meer. 38% de achterkant, zie ik. Oh. Oh, deze kant nog, zegt hij. Ja. De faring. Wat is de faring dan? Fuel tank. Die zit denk ik hier zo. Dat is fuel tank. Wat is de faring dan? Wat is de faring? Faring? Is dat nog smeren dan, die faring? Misschien ben ik aan het rekenen. Ja. Stukje dan nog? Alleen dat stukje dan nog? Ja, alleen dat stukje nog. Klaar! Compleet. Het is schoon. Foto maken. Leuk. Foto. Dan krijgen wij ons eindresultaat als goed is te zien. Hij is schoon. Kijk, als nu tof is, alles dus schoon. Hier zie je eventjes een korte samenvatting hoe ik hem schoon maak. Zie ik er ook leuk uit, hè? Ja, een blauw pakje. Daar 75 ik denk 75 dollar voor, denk ik. Maar niet de dag 75.000, het is maar 75 dollar. Garage, clean as edge, your legend. You can stop me now. We doen de volgende carrière mode maar. Oké, remote. We kijken wat we nog moeten doen. We kunnen dus nu nog de bungalow doen. We kunnen de playground doen. Bungalow en playground zijn toch wel vrij pittige jongens. Dat is het voor nu. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een duimpje vergeten om te abonneren. Geef een leuk bel. Gaan wij het volgende deel beginnen met de bungalow. Leuk opdrachtje. Dat gaan we de volgende keer doen. Ik zeg voor nu, groeten ons en een dikke dag. Doei.